Hier zie je echt een wit vlekje. Dus daar zit iets, dat moet iets zijn. Kijk, hier, hoppakee, is het in één keer allemaal weg. En waarom? Dat weet echt niemand. Mag ik jou, wat heb je daar liggen? Oké. Mag ik die even lenen? Sure. Oké, dit is het onderzoeksobject. Wat nou als dat ding daar een idee is over de oorzaak van MS? En als je het gevoel hebt dat je moet zoeken niet precies daar waar de rest van de wereld denkt dat de oorzaak zit, maar op een ander plekje. Dan is dat dus een concept. En een concept kun je soms helemaal niet omschrijven. Je kunt wel je best doen, maar je gaat dan toch in een soort van beeldentaal spreken. Ik wilde eigenlijk graag oncoloog worden. Dat was mijn droom. Maar op een gegeven moment was er een vak, dat weet ik nog heel goed, waarbij we hersenen gingen ontleden. En toen ik dat zo voor me zag, zo tastbaar, zo echt, toen dacht ik van ja, dit is echt wel heel erg mooi. Kijk. Zo complex, zo'n orgaan, dat bestaat uit miljarden paadjes. Ik snij even zo dun mogelijk. Ik kan het nog 100.000 keer doen en nog iedere keer weer leuk vinden. Blijft leuk. Ja. Ja, heb ik ook. Hier zit wel alles in. Dat is wel bijzonder. Een heel leven wat geleefd is, zit hierin verscholen. Mooi die grijs-wit, 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 grijs overgang. Hier zitten heel veel MS-lesies. Veel corticale lesies in dit gebied. Vooral op het einde, aan de binnenkant. MS is een ziekte van de hersenen en het ruggenmerg, waarbij er ontstekingen ontstaan in de hersenen en het ruggenmerg, doordat myeline, en dat is een soort isolatielaagje rondom zenuwcellen, aangevallen wordt. Dus je hebt zenuwcel, andere zenuwcel, worden verbonden met elkaar door een zenuwuitloper. Om de zenuwuitloper zit een isolatielaagje. Dat isolatielaagje wordt aangevallen en daardoor ontstaat er een ontsteking. En daardoor krijg je neurologische afwijkingen zoals verlammingen, gevoelstoornissen, mentale stoornissen. Timothy kwam ik volgens mij helemaal aan het begin van mijn promotieonderzoek al tegen. Die deed mee aan een studie die ik had opgezet. En Timothy viel me eigenlijk gelijk op omdat wij bijna even oud waren. Ik ben van 19 december. 19 december. 77. Ja. We wilden allebei neurowetenschappen doen. Ja. Jij bent gepromoveerd. Ik ben, ik weet niet wat ik heb gedaan, maar medische biologie is hem niet geworden. Nee. Dus in de loop van mijn promotieonderzoek hebben we contact gehouden. En dat contact is nooit gestopt. Wat natuurlijk heel pijnlijk is om te zien, is dat hij in de loop der jaren steeds verder achteruit is gegaan. Terwijl ik voor mijn gevoel alleen maar vooruit ben gegaan. Dus het verschil tussen ons werd steeds prangender. Dus dat is wel moeilijk om te zien. Kleine stukjes brein. Hersenen en rugmerg bestaan uit grijze en witte stof. En toen ik begon met mijn onderzoek, 20 jaar geleden, dachten we dat MS bestond uit beschadigingen in de witte stof. De witte stof is waar uitlopers van zenuwcellen lopen. Ik ben gaan kijken naar grijze stof. Dat is waar de zenuwcellen zelf zitten. En daarvan wisten we niet of er überhaupt afwijkingen waren bij MS. Er waren zelfs mensen die zeiden, dat kan niet. Dat is absoluut onmogelijk dat grijze stof betrokken is in de ziekte. Maar in mijn promotieonderzoek vond ik dat die grijze stof helemaal vol zit met MS. En hier heb je weer zo'n mooie lesie.
Want dit is de grijze stof hier. En die lezer die zit er echt helemaal tegenaan geduwd. Het interessante was dat toen we eindelijk pas door hadden hoeveel schade bij MS-patiënten in de grijze stof zat, dus echt bij die zenuwcel in de buurt zat, toen begonnen we ook te denken, hey, maar dan gaan we ook beter snappen hoe bijvoorbeeld cognitieve veranderingen tot stand komen. Cognitieve veranderingen zijn veranderingen in de snelheid van denken, concentratie, geheugen. Allemaal zaken waar MS-patiënten heel veel last van hadden, maar die we nooit konden verklaren op basis van die witte stof. Ik zou het fijn vinden als ik qua denken, qua woord, hoe noemen ze dat? Daar is vast een heel mooi woord voor. Woordvindstoornissen. Wat minder erg wordt. Als ik schrijf, zal je het niet merken. Maar als het... MS is de meest voorkomende neurologische aandoening bij jonge volwassenen. En in Nederland hebben ongeveer 17.000 mensen, dus 1 op de 1000 mensen heeft MS. Ik heb altijd die druk een beetje gevoeld van dat dit kan niet zo blijven bestaan. Het moet wel ophouden. En daar zit ook een gevoel van onmacht bij mij en een soort schuldgevoel. Want waarom hebben we dit nog niet opgelost? Als je op het Wereldcongres bent, dan zijn daar alleen al meer dan 10.000 mensen bij elkaar om te overleggen over hun projecten. Dus dat is gigantisch. Hi Dan. Hey. Congratulations for your talk. Thank you very much. Fantastic. I haven't seen you yet. I'll see you in the next session, right? Who is it? Wat op een gegeven moment ging knagen is dat iedereen er voetstoot van uitging dat MS een ziekte is van het immuunsysteem. Dat was eigenlijk wat we allemaal geleerd kregen. Professor Jeroen Kratz to enter the stage. Maar eigenlijk kunnen we dat niet met zekerheid zeggen. We kunnen eigenlijk hooguit zeggen dat het immuunsysteem een hele belangrijke rol speelt bij het ontstaan van de ziekte. If you look at the tissue through the microscope, you'll see that there's all sorts of inflammatory activity going on in areas of white matter lesions. We kunnen niet zeggen dat het begint in het immuunsysteem. Daarvoor was gewoon te weinig evidentie. Er was te weinig echt harde data over. En toen kwam er een soort recalcitrantie in me. Toen dacht ik, dan geloof ik het ook niet. Dan wil ik het gewoon gaan uitzoeken of het niet andersom kan zijn. Wat nou als er in de hersenen van MS-patiënten al iets abnormaal is, waar het immuunsysteem alleen maar in tweede instantie op reageert? En dat is een groot focuspunt van mijn onderzoek geworden vervolgens. En wat we vonden is dat inderdaad eiwitten op die overgang van myeline naar axon niet goed functioneren, waardoor naar alle waarschijnlijkheid de connectie, de band tussen de kabel en zijn omhulsel niet goed werkt. En ik denk dat het daar begint, dat daar het prille begin van MS ligt. En dat uiteindelijk die unit die afwijkend is, signaleert naar het immuunsysteem, hey, kom ons opruimen, want dit klopt niet, dit werkt niet. Dit zijn altijd de 5 verschillende sequenties van die ene patiënt 33. Dit is altijd dezelfde scan van diezelfde patiënt. Ja. Hoopgescoord. Ah, maar jij heb je helemaal vierkante oogjes nu. Ja, eigenlijk wel. Je ziet heel veel puntjes. Ik kan soms niet helemaal goed volgen wat is. Kijk, het punt is dat als we onze theorie willen bewijzen, dan moeten we eigenlijk aantonen dat die bolletjes, al die spheroids, dat myeline is dat als blaasjes loslaat van een anderszins intact axon. Uh-huh. Maar dit is niet de manier om dat in beeld te brengen. Hoe krijgen we dat goed in beeld hier? Want het is niet zo. We weten gewoon niet waar we dat moeten zoeken nu. Ik heb momenten gehad dat ik mijn pen door de ruimte smeet uit frustratie, omdat ik gewoon niet verder kwam. Wetenschap is de hele tijd maar weer, onvermoeibaar bijna, denken, ik snap er niks van, maar ik ga maar eens hier beginnen.
Het is net alsof je aan de rand van een donker bos staat en je wil dat donkere bos in, maar je ziet geen hand voor ogen. Dus je moet een beetje gaan zoeken, een beetje voelen. Nou, hier loopt het dood, oké, dan gaan we een stukje terug en dan gaan we die kant op. En dan maakt het heel veel uit dat je met metaforen werkt. Bijvoorbeeld, vroeger was de veelgebruikte metafoor, zo'n beetje in de jaren 90, de metafoor voor hersenen was een computer. Binnen mijn team vinden we dat eigenlijk geen goede metafoor, omdat dat een veel te statisch beeld van de hersenen geeft. Wat wij nu als metafoor gebruiken is een zwerm vogels. Die blijven op de een of andere manier door een soort, lijkt het wel, magische kracht bij elkaar. En dat bewegen als geheel, het feit dat alles eigenlijk nodig is, dat is veel meer hoe we tegenwoordig naar hersenen kijken. Ik vaar heel erg op die intuïtie. Ik denk ook heel erg in beelden en probeer in metaforen te praten op dat soort dode punten of moeilijke punten. Omdat je eigenlijk iets prelinguïstisch doet. Je doet iets wat de taal nog niet kan vatten. Je zoekt naar een patroon, je zoekt naar een, ja, iets wat je kan helpen om de weg te vinden. Dat is eigenlijk waar wetenschap kunst is. Ah. Is er een ja, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is haar. Was dat nou nodig, met dat getal erop? Oké, Kim, go ahead. Oké, ik wil vandaag graag iets vertellen over metaforengebruik in de neurowetenschappen. 40 is dat je een oude man bent voor je studenten. Ik kan me herinneren dat mijn vader ook bang was om 40 te worden. Ik was toen 14. Toch een soort switch. 40. 40ste verjaardag. Allemaal ballonnen. Ganse club zat met confetti, klaar. Maar wel leuk. Wie ziet de komende 20 jaar gewoon? Ik ben steeds onrustiger. Want ik heb nog maar eigenlijk 20 jaar of 24 jaar. En ga ik het nu echt allemaal fixen? Ga ik het oplossen? Ga ik MS oplossen? Waarschijnlijk natuurlijk niet. En daar baal ik stiekem wel van. En ik denk dan altijd van als ik nu helder zou werken, als ik nu een groter team zou hebben, dan zou het misschien wel lukken. Ik weet niet of het een kwestie van geld is. Of ze nu meer geld op zo snel automatisch meer zal bereiken. Dan nee, zal dat iemand met een geniaal idee moeten komen. Ik ben op latere leeftijd filosofie gaan studeren. Juist om te snappen welke vragen ik zou moeten stellen. Neurowetenschap is heel technisch van aard. Veel te technisch van aard. We hebben de neiging om te zeggen, oh, we hebben een nieuwe techniek. Dus dan gaat het onderzoek de komende 10 jaar vooral over die techniek. Terwijl, ja, die techniek is er alleen maar om een wetenschappelijke vraag te ondersteunen. En ik denk dat het samenkomen van filosofie en van neurowetenschap heel erg helpt bij de juiste vragen stellen. Bij weer teruggaan naar wat is het nou echt dat we willen weten. Als we een nieuwe metafoor zouden willen introduceren, hoe zouden we het brein dan willen zien? En toen zijn we uitgekomen bij het wegennetwerk. Dus je kunt kijken naar snelwegen, naar landweggetjes, naar ongeasfalteerde weggetjes, et cetera, et cetera. En het verkeer, wat dus over die wegen loopt, zou je kunnen meten als activatie of als functionele communicatie tussen hersengebieden. Ja, maar bijvoorbeeld ook de vertraging. Dus er is vertraging van tussen Amsterdam en Utrecht. Ja, dat hoort ook in die metafoor. Het gaat dan niet alleen maar over de weg. Ja. Het gaat ook over, kan die auto wel rijden? Ja, kan die auto wel. De functionaliteit van je auto komt nu ook nog in het model. Ja. Heb je een Porsche of heb je een Suzuki auto? Ja. En dan nog met 4, 5 of 6 versnellingen. Ik wil die puzzel oplossen. Ik heb nu het gevoel dat ik misschien binnen 10 jaar ook wel echt een oplossing kan bieden. En dat wil ik ook heel graag. Maar als het niet zo is en dat al die tijd, al die ideeën die ik had, dat die allemaal onwaar blijken te zijn. Ik denk dan ook wel eens van misschien moet ik dan bijna wel stoppen. Misschien begin ik ook alweer gewoon opnieuw.